De overtollige liquiditeiten die bij de vennootschappen aanwezig zijn, worden op verschillende manieren gebruikt. Een van de mogelijkheden is inderdaad de liquidatiereserve aan te houden. Maar in de meeste gevallen komen de vennootschappen met problemen in zaken rechtszekerheid. Het is de fiscale onzekerheid die maakt dat ze op zoek gaan naar andere alternatieven, voor bijvoorbeeld het klassieke DBI-fonds. Wat gaan we dan gaan zoeken? Ja, we gaan een product zoeken waar de fiscaliteit in zekere mate vaststaat. En daar komen we natuurlijk bij de taxesproducten uit, kapitalisatiecontracten, waar een ruling en een advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de volledige contouren schetst van het product, waar dan ook een fiscale zekerheid over bestaat. Daarnaast is er ook het alternatief dat men zoekt naar een afwisseling in de portefeuille, een verpersoonlijking van uw portefeuille, waardoor dat we uiteraard andere elementen in de portefeuille kunnen steken die gekoppeld worden aan discretionair beheer. En dat maakt uiteraard dat in de huidige economische context taxes een belangrijk element kan zijn als hybride bijkomend investeringsvehikel voor de vennootschappen en de rechtspersonen.